Hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van Ram. Lieve Ram, ik hoop dat het goed met je gaat. Dan ga ik al beginnen met dit deck, maar ik moet eigenlijk eerst even dit deck pakken. Ik hoop dat het goed met je gaat. Iedereen bedankt voor het volgen, de lieve berichtjes en likes en de volgers. Ik groei dankzij jullie, dus ja, dankjewel daarvoor. Onvoltooide symfonie. Er is nog iets niet afgesloten, lieve Ram. Je zit op een middelpunt en je weet eigenlijk niet goed waar je staat of staat, maar... Je bent een beetje op een breekpunt van welke richting ga ik op? Ga ik weer terug of ga ik door? En of dat nou met een persoon is of gewoon alleen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval word je beschermd. Er is iets wat jij niet ziet of misschien krijg je tekens op je pad waarbij je wordt beschermd. En waarbij eigenlijk, ja, je niet gewaarschuwd wil ik zeggen, misschien voor sommigen wel. Maar dat er dus bepaalde energieën zijn die jou een handje willen helpen. Ja. Oké, nou ga ik eens even wel dit deck pakken. Even kijken wat ik ontvangen. Wat is jouw uitdaging? Ja, de 10 van zwaarden en helderheid. Oké. Het kan zijn dat je bepaalde helderheden zoekt. En dat jij... gebukt gaat onder heel veel stress. Dus je houdt iets in stand, lijkt het wel. Ik heb hier de krachtkaart. Ik heb hier de koningin van zwaarden. Staven, sorry. Ik heb hier de aas van bekers. De 3 van zwaarden. De 4 van zwaarden, wauw. En de peets van staven. Oké, onderop heb ik hier nog de... Ridder van, of de 3, de 7 van zwaarden, wauw, en de Knight of Cups. Er is veel liefde, is wat ik zie. Alleen, er is ook pijn. Het kan zijn dat je nog niet helemaal geheeld bent van de situatie, is wat ik voel. Probeer je wel krachtig te houden. Of iemand ziet jou als heel seksueel of heel, ja, vurig. Want hier ligt natuurlijk de koningin van zwaarden, staven. Maar er is ook iets in jouw energie waarin iemand niet helemaal eerlijk is of is geweest, is wat ik zie. En het kan zijn dat jij waarheid krijgt of de waarheid onderzoekt. Wat ik wel zie is dat je wordt beschermd. Dus er is iets waarin jij een soort van helderheid voor jezelf mag gaan vinden. Ik zie natuurlijk die prachtige aas van bekers, wat ik al zei. Spirit is echt bezig om bepaalde... inzichten te laten zien, maar het lijkt wel of zie je het niet. Omdat jij te veel bezig bent om anderen te pleasen. De spirit reikt je dit aan, je ziet het. Alleen je voelt het niet. Je ziet het niet, omdat dit allemaal lasten zijn die je met je meedraagt. Dus waarschijnlijk zie jij sommige dingen niet helder en dat is niet verkeerd bedoeld... Maar dat kan dus komen omdat de persoon waarschijnlijk jouw dingen vertelt, waardoor jij eigenlijk gebukt gaat onder iets. Nu zie ik ook een Knight of Cups, dus er is liefde. Iemand wil je iets aanbieden, maar wat ik wel voel, is dat je bepaalde emoties of situaties mag gaan loslaten. En dat kan dus te maken hebben met een energie die energie van jou wilde pikken. Want ik zie je prachtige kaart, ik zie je de krachtkaart en de koningin van staven. Je mag jezelf laten zien, je mag je krachtig voelen, je mag jezelf nurturen. Je mag jezelf misschien op creatief vlak misschien meer gaan uiten, zodat je ook bepaalde energieën waarschijnlijk kan loslaten. Want er is pijn en je hebt waarschijnlijk ook rust nodig. Of het is belangrijk, want ik zie je naar de 3, naar de 4. En dat is op zich wel goed, want daardoor maak je wel een shift mee en daardoor... kan je ook gewoon dingen misschien beter en helder zien. En dan zie ik ook een soort van, ja, de peets of wat. Dus ik ga hier van de koningin staven naar de peets. Dus er kan een soort van bericht komen van een persoon. Een klein berichtje, maar ik zie wel dat het iets romantisch is. Dus er komt wel iets op je pad waarin spirit eigenlijk ook zegt, kijk dan weer een aas waarin jij dus gelukkig mag gaan zijn. Je mag de blinddoek gaan afdoen. Je mag jezelf meer gaan openen. Of het is de bedoeling dat je bepaalde energieën gaat uitsluiten voor sommigen. Ik zie 4-4-4. Ik ga toch eens even snel vragen wat ik mag weten over die pijn. Ja, de magier heb ik hier.
De vier van zwaarden. Ja, iemand loopt weg, is wat ik zie. Het kan zijn dat je te maken hebt gehad met een trickster of iemand die jou manipuleren met woorden. En je steeds eigenlijk weer naar binnen probeert te halen. Maar Spirit zegt eigenlijk, laat het rusten, zodat je dingen ook beter kunt zien. Want op dit moment kan het voor jou heel belastend zijn, is wat ik zie. Want je zoekt waarheid en je voelt het waarschijnlijk wel. Want ik heb hier twee keer een aas onder elkaar liggen. Maar waarschijnlijk zie je het niet. Ja, stilstand, onderzoek doen. Ik heb hier nog een koning van munten, die lag omgekeerd. Dus het kan echt zijn dat iemand een soort van macht over je probeert te houden. Of iemand die kan met ego-issues. Ga eens kijken. Welk bericht? Ja, victory, rust, balans, vijf van munten. Kijk, de acht van zwaarden en de hierofant. Dus wat ik hierbij voel is dat er iets... Het kan zijn voor sommigen een huwelijk, voor sommigen niet, maar een verbintenis. En ik zie dat je daaruit probeert te komen, want er is iets wat niet in balans is. Maar dit is niet heel verkeerd, want dit zegt wel dat je daaruit komt. Dus waarschijnlijk is er iets waarbij je inzichten gaat krijgen. Het kan zijn dat een persoon jou een bericht gaat doen, waardoor jij eigenlijk uit je hoofd komt. En weer helder gaat zien. En dingen gaat zien zoals ze eigenlijk zijn. Dat is een beetje wat ik voel. Want op dit moment, of in de toekomst, zie ik dat je daaruit probeert te komen. Dat je victory zoekt. En dat je echt een soort mag gaan matigen. En dit is ook een beschermende kaart. Dus de hogere macht die is ook echt aan het werk om je bepaalde dingen in te laten zien. Waarin je waarschijnlijk moest helen. En het kan zijn dat een persoon jou heeft getriggerd om meer voor jezelf op te komen in bepaalde situaties. Zijn jullie vuur? Dat kan echt zo zijn dat bepaalde mensen jou het vuur uit jou hebben gehaald. En ik voel dat je daar krijgt ook kippenvel. Dus dat is niet fijne energie. En de spirit zegt eigenlijk matig. Matig met bepaalde dingen. Matig met mensen. Want dan zul je zien dat je niet meer in de alleen staat. En dan kun je ook zien dat er hulp onderweg is. En dat je victory mag gaan aanvaarden, is wat ik zie. En ook gewoon trots mag zijn op wie je bent. Dan kom je uit een soort van illusie. Want het kan zijn dat jij in een illusie hebt geleefd, waardoor jij dingen niet zag zoals ze waren, maar daar komt een eind aan, lieve Ram. Dus wees alert. Let ook echt op tekens. Wat mag ik nog meer ontvangen? Ja. Passie heb ik hier en heling. Oké. Er is waarschijnlijk ook iemand om je heen die een aantrekkingskracht tot je heeft. Ja, hallo, bizar het ook is, maar sommige dingen kunnen gewoon heel snel gaan. Zo is het gewoon en dat moet iedereen ook zelf weten. Maar er is veel passie. Iemand heeft veel passie voor je. Wie is dat? Want ik zie wel een ridder van cups die jou iets wil aanbieden, waarbij jij victory kent. En die jou uit een soort van illusie haalt, uit een soort van rust, uit een soort van pijn is wat ik zie. Want er is een nieuw begin in de liefde. En er komt helderheid aan. Alleen zou je wel die burdens mogen loslaten. En heling, ja. Dit is heel belangrijk ook voor je. Om dus eigenlijk jezelf, eigenlijk de problemen en de pijn die je hebt gekend, schreeuw het uit. Doe iets waarbij jij die pijn eigenlijk kan releasen. Zodat je lichaam gewoon vrij wordt van die pijn. En zorg er ook voor dat het eigenlijk naar het licht wordt gebracht. Zodat ook je relatie met jezelf, maar ook met iemand anders zich kan helen. Dit is wat ik voor je heb, lieve Ram. Ik hoop dat het resoneert. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!